Zeg, Bernhard, de zomer, wat ga je doen? Nou, heel veel leuke dingen. Heel veel leuke dingen. Lekker veel optreden. Ja, lekker een beetje genieten van het mooie weer natuurlijk. En ja, we hebben zelfs palmbomen in Heerhugowaard. Dat is toch fantastisch? Heerhugowaard, jouw thuisplekje een beetje? Bijna wel. Ik heb er 3 jaar gewoond. En ik woon nu in Castricum, maar het is voor mij 10 minuten rijden. En ik ben ook heel nauw betrokken bij de zomertour. Ik ken Joost de Vries natuurlijk al heel lang. Ik heb de zomertour-app ontworpen. Ik ben betrokken bij de krant. Dus eigenlijk ben ik heel erg betrokken bij de zomertour. En het is gewoon is heel leuk om altijd te doen. Ja, want wat mensen niet weten, of tenminste misschien wel weten, is dat je een hele creatieve jongen bent. Ik ben een hele creatieve jongen, ja. Ik heb een eigen bedrijf nog in marketing. En ik ontwerp apps, ik ontwerp websites, kranten. We doen eigenlijk van alles. En we groeien daar heel leuk in, dus dat gaat super. Is dat nog allemaal te combineren met je eigen optredens? Nou, ik moet zeggen, het is wel heel druk. Het is deze maand stonden er 16 optredens. En dat zijn veel avondvullende optredens. Dus veel feesten, partijen. We gaan overal naartoe. Van Noord-Holland tot aan Hengelo. En we komen overal. Dat is heerlijk. Ja, ik werk heel veel. Maar ik zeg altijd, als je doet wat je leuk vindt, kan je het eigenlijk geen werken noemen. Dus dat is heerlijk. Nou, maar die wallen, die groeien wel een beetje aan, hè? Nou, ik moet zeggen, het was vannacht 4:30. En ik moest hier starten net om 12 uur, dus ik moest hier toch al op tijd zijn. Dus ja, het was inderdaad een kort nachtje.